Hartelijk welkom bij weer een video over laser engraving met de Ortur Lasermaster 15 watt. Voordat ik begin, de allerbeste wensen toegewenst voor het jaar 2022. Veel gezondheid, veel geluk en laten we hopen dat het een mooi jaar wordt. Wie weet. Wat gaan we vandaag doen? Gisteren heb ik in een livestream de Rotary Tool gebouwd. Die Rotary Tool, dat bouwen daarvan is niet zo moeilijk. Er zit een handleiding bij. En nou ja, goed, ik ben daar een tijd mee bezig geweest. Maar dat was meer met de livestream bezig dan met het bouwen van die Rotary Tool. Maar die Rotary Tool moet gekalibreerd worden. En dat moet allemaal netjes werkend gemaakt worden. Ik gebruik Lightburn, dus ik ga u het niet laten zien in GRBL. Ik zou niet weten hoe het daar werkt, maar wel in Lightburn. Ik moet gelijk vooraf zeggen, het meeste van wat ik ga laten zien komt eigenlijk uit een Engelstalige video van de LA Hobby Guy. En ik wil hem dan ook alle credits geven. So LA Hobby Guy, all the credits for you. For what I'm gonna tell today, because it's mainly the way of working you put in your video about the calibration of the Rotary Tool. Dus nogmaals, LA Hobby Guy. Ik zal ook onder de video een link plaatsen naar de video in kwestie. Maar die is wel Engelstalig. En dat is ook precies de reden waarom ik deze video maak. Hij gaat Nederlandstalig worden. De kalibratie van die Rotary Tool dus is niet de bouw. Want daar zijn echt heel veel... ik wou zeggen many. Sorry. Daar zijn heel veel video's van te vinden over hoe je dat ding bouwt. Maar van die kalibratie niet zo heel veel. En op het moment dat de LA Hobby Guy die video maakte, zei hij: ik ben ook de enige volgens mij, want ik heb het nog nergens gezien. Dus wij gaan die stappen doorlopen in Lightburn. We gaan niet daadwerkelijk iets laseren. Dat wordt de video die... Nou, hierop volgt, zou ik bijna zeggen, is niet helemaal waar, want ik moet ook nog verder met de training van Lightburn voor beginners. Maar een van de video's binnenkort. Maar wel zodanig dat inmiddels dat systeem gekalibreerd is en eigenlijk die Rotary Tool gebruikt kan worden. Wat hebben we daarvoor nodig? Om te beginnen zometeen wat objecten om de frame van de Laser Master 2 in dit geval omhoog te brengen. Want die... Rotary Tool past nooit onder de lasermodule op dit moment. Dus hij moet omhoog. En dat zal ongeveer zo'n 14 centimeter zijn. En ik heb daarvoor zelf iets ontwikkeld voor mijn 3D-printer. En dat is een systeem dat is modulair. Dat bestaat uit blokjes, een beetje Lego-achtig. Ik weet alleen niet of het stevig genoeg is. Dat ga ik ervaren natuurlijk nu en in de eerste keer dat ik het ga gebruiken. Maar dat hebben we nodig om hem te verhogen. Het tweede wat we nodig hebben, wat mij betreft, is een viltstift. Waarom? Als je eenmaal bepaald hebt waar die Rotary Tool moet gaan komen te staan, dan is het ook handig dat je een beetje markeert van waar dat is. Zodat je niet iedere keer het wiel moet uitvinden. Overigens kan dat alleen over de Y-as en niet over de X-as. En dat heeft te maken met het feit dat die Rotary Tool, even erbij pakken, deze twee wielen... Die kunnen dichter bij elkaar of verder van elkaar geplaatst worden. Dus het midden is eigenlijk altijd het precieze midden tussen deze twee rollen. En dat is dus eigenlijk de x-as. En dat kan dus verschillen. Dan wat we nodig hebben als we straks gaan kalibreren. Want we gaan echt kalibreren. Een meetlint. Iets waarmee ik wat kan meten. Dan wat we nodig hebben is een schuifmaat. Dat hebben we op twee momenten nodig. Enerzijds om het object wat we willen gaan laseren, de diameter ervan te meten. En dat zul je bij elke keer dat je die Rotary Tool gebruikt, zul je dat moeten doen. En hij is nodig om diezelfde wielen die we net zagen, die twee witte, om die te meten. Want dat zullen we moeten ingeven in Lightburn. Waterpas kan handig zijn. Even kijken of dat ook bij de kalibratie benodigd is, ja of nee. Maar dat zijn dus dingen die we basic nodig hebben. Oh nee, nog twee dingen. Eén, iets wat we natuurlijk kunnen lezen en wat we als testobject kunnen gaan gebruiken. Dus zeg maar waar we rondom kunnen werken. En een tweede ding is Painter's Tape. In dit geval komt dat uit China. En dat is, dat zul je straks in gebruik zien. Dat gaan we plakken om dat glas van zojuist, om deze heen. En dat is om, zeg maar, iets te kunnen lezen wat vervolgens niet op het glas zichtbaar is, maar wat ons wel iets gaat vertellen over de kalibratie ervan. En daar komen we dan straks uitgebreid op terug. Goed, we gaan de video in. Genoeg gekletst aan het begin, ruim 5 minuten is meer dan zat. We gaan beginnen met het kalibreren van onze Rotary Tool. Zo, ik heb nu de laser verhoogd met mijn zelfgemaakte modulaire systeem. Het zou ongeveer 14 centimeter omhoog moeten. Ik heb dus ook meer blokjes om daaronder te zetten. Maar volgens mij is het voor nu even hoog genoeg, omdat je natuurlijk ook de laser zelf nog omhoog en omlaag kunt bewegen. In elk geval heb ik ruimte gecreëerd om, zeg maar, de Rotary Tool, dat zie je ook met het flesje daaronder, te faciliteren. En vanuit hier kunnen we door naar stap 2. En stap 2 is eigenlijk een relatief simpele start. We gaan namelijk zorgen dat de laser onder stroom komt te staan. Simpelweg dat je, zeg maar, de stekker in het stopcontact doet. Of als je, zoals ik, er een blok met verlengkabel tussen hebt zitten, die verlengkabel aansluit, maar nog niet de laser opstarten. Dat is erg belangrijk om dat niet te doen. Dus heel belangrijk, hem wel onder stroom zetten, hem niet aanzetten, maar op dat moment is die geaard en dat is heel erg belangrijk. Dus ik ga de stroom aanzetten, maar de laser nog niet opstarten. Wel de stekker natuurlijk in de laser, zoals je hier ziet. Ja? Dat is natuurlijk wel belangrijk. Komt eigenlijk het enige wat ik vervelend aan dit systeem vind, is dat je nu iedere keer wanneer je die Rotary Tool wil gebruiken, de Y-as, de kabel die daarin gaat, eruit moet halen om de Rotary Tool te verbinden met die Y-as. Nou, die kabel die zit, dat was de camera, geen zorg, die zit hier. Dit is de Y-as, dit is de zijkant van het frame. En daar ga ik die grote stekker uithalen die we hier zien. En ja, dat moet dus iedere keer. En dat vind ik een beetje jammer, want dat is natuurlijk ook wel een hoop gedoe. Maar inmiddels hebben we hem eruit. Zo. En de volgende stap is nu, dan pakken we de kabel van de Rotary Tool. Even goed opletten bij die Rotary Tool. De manier waarop die hoort te staan. Ik zal even het flesje eraf halen. Is dat, zeg maar, de steppermotor, die zie je hier zitten, die moet aan de linkerkant zitten. Dus niet aan de rechterkant, maar aan de linkerkant. Dus hij staat hier ongeveer goed. En dan ga ik nu de camera even weer vastzetten, zo. Dan pak ik die kabel van die Rotary Tool en die mag je rustig onderdoor leiden, zoals ik het hier nu doe op dit moment. Want hij zal straks niet deze beweging meer maken. En ik ga aansluiten op die kabel die we uit die Y-as hebben gehaald. Even kijken hoe ik dat het beste doe. Zo. Kabel ingeplukt. Dus je ziet, zie je die kabel hier lopen naar de Rotary Tool. Dat was alweer stap nummertje 3. Nu moeten we die Rotary Tool precies in het midden van het werkblad gaan doen. En wat we nu kunnen doen, we kunnen nu de laser opstarten. Want daarmee kunnen we dat enigszins realiseren. Ik ga even kijken of ik hier weer goed op een standaard kan zetten, zodat je kunt zien wat ik doe. Zo. Ik ga de laser opstarten. En ik ga mijn computer opstarten. Dat is het eerste wat ik ga doen en dan ben ik zo bij je terug. Zo, lieve mensen, we zijn in Lightburn. Ik heb dit stuk video wat ik nu maak opnieuw moeten maken. Helaas was de originele video die ik gemaakt had bij de kalibratie van die Rotary Tool. Die video's waren mislukt. Er zat geen geluid in. Fout van mij ongetwijfeld. Op een oude laptop. Dat zijn allemaal zaken die gebeuren. We hebben gezien, we hebben de voorzaken gedaan, dus de frame omhoog gesteld en dat soort dingen. En nu moeten we de nodige settings in Lightburn gaan veranderen. Het eerste wat we gaan doen, we gaan naar bewerken in Lightburn. En dan gaan we naar instellingen, bijna onderaan. En daar gaan we aanzetten, roteren, inschakelen, tonen in het hoofdvenster. Dat is wat we gaan aanzetten. Hij staat nu al aan. En als het goed is, is dat een actie, die hoef je maar eenmalig te doen. Dat zal die onthouden. En dat mag gewoon aanstaan, dat is verder geen thema. Dus dat is het eerste. Ja. Tweede wat we gaan doen, we gaan nog een keer naar bewerken. En nu gaan we naar instellingen van het apparaat. En dan zul je zien dat dat bij mij leeg is. Maar ik plak hier in de video een schermpje in, waarin ik laat zien wat u aan en uit moet zetten. Ja, dat schermpje kan ik gelijk wel even tevoorschijn halen. Daar komt hij. En dan zien we dat we daarin een paar dingen moeten veranderen. We moeten die soft limits, die moet op uitgezet worden, dus fout. Ja. En de cycle 22, dus de homing cycle, ook op fout. Maar voordat we dat doen, lieve mensen, het gaat even om de volgorde. Kijk, oorspronkelijk stond dit dus aan. Dit stond op goed, allebei, die 20 en die 22. En dit zijn de settings voor als je je laser in een normale situatie gebruikt. Dus wat we eerst gaan doen, we gaan dat saven. We kiezen voor opslaan. En u maakt een map aan, ergens op een plek waar die voor u bekend is. En dan saved u dat als de default settings, dus als de standaard settings. En als u dat gesaved heeft, kunt u dat later namelijk altijd weer opnieuw laden. De settings namelijk die erin staan, dus niet deze, maar degene die erin staan, dat zijn dus de settings waarin de laser werkt op gewone 2D-objecten, platte objecten in principe. Vervolgens ga ik dan dus die waardes veranderen, die soft limits op fout zetten en die homing cycle op fout zetten. Dan klik ik op schrijven, zodat hij dit ook naar de laser schrijft. Ik kan dat nu alleen maar aan een plaatje laten zien, want ik zit niet aan die laser vast. En als ik dat gedaan heb, dan ga ik opnieuw opslaan. Alleen dit noem ik natuurlijk niet de normale settings, de default settings, maar dit noem ik de rotary settings. Dus de settings voor die roller die we hebben. Dat betekent dus dat je onder normale omstandigheden moet gaan switchen tussen de settings in dit scherm. Dus als je de rotary gebruikt, dan gebruik je de rotary instellingen. Gebruik je gewoon de laser in zijn default situatie, in zijn normale situatie, dan pak je de normale instellingen. Dat is even wat het met dit op zich heeft. Dit plaatje zit er dus nu ook in. Sluiten. We gaan dan naar bewerken en machineinstellingen. Bewerken, machineinstellingen. Daar zetten wij uit automatisch naar home bij opstarten. Dat willen we niet namelijk. Anders gaat hij op het moment dat jij het apparaat opstart, gaat hij proberen te homen. Maar jij hebt de i-as eruit gehaald, dus hij kan helemaal niet homen. Dat gaat helemaal niet. Dus je doet automatisch naar home bij opstarten, uitzetten in de settings van Lightburn. Dit is dus iets, dit zul je wel steeds opnieuw moeten veranderen. Want je wilt wel homen als die in de default settings werkt. En dit is niet meegenomen in die apparaatinstellingen van zojuist. Dus daar moet je even goed over nadenken. Ja. Oké, gaan we verder kijken. Dan gaan we naar, dus ik sluit dit af, dan ga ik naar hulpmiddelen. En daar hebben we onderin zitten de instellingen van de roterende as. Die klik ik aan. En wat we daar gaan doen, is om te beginnen de keuze van wat voor een soort roller hebben we. Dat is niet een aanspanroller, maar een rollerroller. Dus zoals die er hier ongeveer uitziet. Dat ziet er niet precies hetzelfde uit, maar dat hoeft ook niet. Vervolgens zetten we hier rotatie inschakelen. Hoppakee. En nou komt er een hele moeilijke, want nu moeten we de millimeters per rotatie in feite gaan ingeven. Ik kan nu al zeggen, dit is foute boel. Maar ik kan hem eigenlijk hier niet ingeven. Maar zet hem voor de zekerheid in de buurt van de 70 of zo. Die van mij namelijk, ik dacht dat hij op 59 dacht ik dat ik hem gecalibreerd heb. Maar zet hem maar even op 70. Staat hij een beetje meer in de buurt waar die hoort te zijn. Dan zien we daaronder de diameter van de roller. Nu pakken we dus een schuifmaat. Met die schuifmaat gaan we die rollen die hier op dat ding zitten. Je ziet die twee rollen zitten, hè, die twee staven als het ware. Eén van die rollen ga je met je schuifmaat meten. Bij mij was dat iets van 19,65 mm, om maar eens wat te noemen. Dit kan verschillen, want Ortur maakt rotary rollers met verschillende soorten van die buizen erin. Dus met andere woorden, die diameter moet je echt meten. Die ga je ingeven hier bij de diameter van de roller. Nou, ik zet hem maar even op 19,65, want ik dacht dat dat ongeveer was bij mij. Verder wat belangrijk is, is dat die roterende as hier op y-as moet staan. Ja, het is ook heel belangrijk dat je die op y-as zet. En dan krijgen we het laatste, dat is de diameter van het object wat je wilt printen. Of wat je wilt laseren. Dus wat je doet, stel je wilt de glas laseren. Dan pak je weer die schuifmaat. Je meet de buitendiameter van het gebied van dat glas wat jij wilt laseren. Dus het hangt er ook vanaf op welke plek van dat glas je wilt laseren. Je doet die buitendiameter meten en vervolgens ga je dat invoeren. Nou, in mijn geval was dat, en dan moet ik even goed nadenken, ik dacht iets van 55 mm of 58 mm zelfs, sorry. Ik zal hem even veranderen naar 58, maakt verder niet zoveel uit. Maar wat wel uitmaakt, is dat we daaronder zien we nu een waarde staan en die waarde die heet omtrek. Ja? En die waarde, die omtrekwaarde, die moeten we onthouden. Het klopt inderdaad, want dit is de omtrekwaarde die ik gezien heb straks. Ik schrijf hem even op. Je mag hem ook kopiëren en plakken straks, want we hebben deze waarde nodig. Nu klikken we op OK en we bevestigen de situatie. Hij is nog niet gecalibreerd hoor, want voor te kalibreren moeten we straks die millimeters per rotatie gaan veranderen, maar dat gaan we nog niet doen. Oké, nu heb ik het werkveld van Lightburn. Daar moet ik nog één ding doen. Ik moet heel goed kijken of hier rechts onderin bij laser nu ook rotatie inschakelen aangezet is. Dat is één. Een tweede ding is dat u daar ziet staat begint vanaf absolute coördinaten en daarnaast oorsprong taak. En die zou ik gaan veranderen in begint vanaf huidige positie. En de oorsprong van de taak is in het centrum, dus altijd in het midden van datgene wat je wilt laseren. Ik verander het even terug, want ik gebruik deze laptop verder niet voor deze werkzaamheden. Dus verander die begint vanaf naar huidige positie en zet die oorsprong taak in het midden. Ja? Dat is ook wat we gaan doen. Krijgen we de volgende stap. We gaan een rechthoek tekenen. Dus we pakken het blokje en we tekenen een rechthoek. En die rechthoek die moet je even zien als het etiket van een fles. Dus als je hem een kwartslag zou draaien, kan je hem om een fles heen plakken. Dus eigenlijk is het de bedoeling dat die rechthoek straks zo groot is, dat die precies net zo groot is als die omtrek van die fles. Nou, en hoe realiseren we dat nou? We selecteren die rechthoek. Dan gaan we hier bovenin naar die maten, waar die breedte 69,5 staat. Maar het eerste wat we daar doen is het slotje openen. Dat is heel belangrijk, want anders verandert alles met elkaar mee. Nou, die breedte, dat is eigenlijk dus deze maat. Dat is zeg maar eigenlijk de hoogte van wat je wilt lezen. Stel, je wil een tekst lezen, want die komt er dan ook van boven naar beneden in te staan, zeg maar. Dus eigenlijk een kwartslag gedraaid. Ja. En die hoogte wordt, of die breedte wordt bepaald door de hoogte van wat je wilt lezen. Maar wat belangrijker is, is dat die hoogte onderin, dat is dus van boven naar beneden. Dus de lengte van dat etiket. En dat is diegene die we net hebben gekeken bij die omtrek. Die ga ik invoeren, 182,212. Ik ga dat bovenste object, nou laat ik maar 40 mm van maken, niet liegen. Ik laat het slotje open. En hier hebben we in feite de omtrek van dat flesje wat ik wil voorzien van laser gebeuren. Echter, ik wil niet zo'n heel groot vierkant laseren. Dus wat ik nu ga doen, ik ga dat vierkant, daar ga ik een kopie van maken. Nou, dat kan je doen door het te selecteren zoals het hier nu staat. Ctrl-C. Je gaat ernaast staan en je doet Ctrl-V. Dan heb ik er 2. Ja. En van die tweede ga ik die breedte 4 mm maken. Zelfs nog met 3 mm heb ik al gezien, maar met 4 mm. Klein dus. Vervolgens sleep ik hem midden in het object wat ik hier heb. Ja. Dus ik heb nu eigenlijk twee dingen. Ik heb twee rechthoeken. De grote en een heel kleintje. Die grote die selecteer ik en die zet ik op een toolpad, dus op T1. Die wil ik namelijk niet dat die gelazerd wordt. Ik wil namelijk dat alleen die lijn hier gelazerd wordt. Nu selecteer ik het geheel, dus ik houd de muisknop ingedrukt en ik ga van links naar rechts selecteren. Dan selecteert hij alles. En dan kan ik bovenin, linksbovenin, kan ik de positie op de Y- en de X-as ingeven. Nou, we weten dat de Ortur een 400 X-as heeft. Dan is de helft is dus 200. Dus ik ga dat op 200 zetten. En op de Y-positie kunnen we ook makkelijk zijn. Daar is 430 en dus de helft daarvan is 215. Zo, weten we dus nu dat dit echt in het midden van het werkveld zit. En daar gaan we straks die laser handmatig boven zetten. Ja? Dus dat doen we met de hand. En als je hem met de hand erboven hebt gezet. En dus die positie, want wat was dus heel belangrijk. Hier die oorsprong in het midden gezet hebt. En je hebt hem keurig gefocust. Want ook dat moeten we natuurlijk doen. Focussen met die metalen cilinder. Dan kan ik dit rechthoekje gaan laseren. Maar de settings van dat rechthoekje. Want dat is een zwarte laag zoals we zien. Die ga ik wel wat veranderen. Dat is wel een lijn. Die geef ik een snelheid van 800 mee. En een maximaal vermogen van 50. Nou, wat de bedoeling is, ga je zo meteen in de video zien. Hij gaat een rechthoekje laseren op een fles waarop we blauwe schilderstape omheen doen. Daarmee wordt het glas dus niet aangetast, maar hij doet wel die vorm laseren op dat schilderstape. En omdat het een rechthoek is, heeft hij zowel boven als onder. Ik zal er even op inzoomen, dan kun je dat ook zien. Zo, even een beetje kunnen schuiven. Kijk, hij heeft boven en onder een afsluitend lijntje. Op het moment dat allebei die lijntjes, want nogmaals, het is een etiket, dus het gaat dus rondom die fles, zeg maar als het ware. Zodra als die lijntjes echt keurig tegen elkaar aan liggen, dan klopt die waarde hier bij hulpmiddelen, instellingen, roterende as, dan klopt die waarde waar die 70 staat, dus die millimeter per rotatie, dan klopt die. Maar stel nou dat die twee lijntjes niet aansluiten. Stel nou dat het ene lijntje, dat er dus niks tussen is gelezen. Dus hij is eigenlijk te kort, zeg maar. Hij is gewoon te kort gemaakt. Nou, dan moeten we het met een meetje, met een meetlint gaan meten. Hoeveel verschil er zit tussen het ene lijntje en het andere lijntje, dat tellen we op bij die 70 mm en we proberen het opnieuw. Andersom kan het ook zijn dat die te groot is en dan heb je dus nog steeds wel die twee lijntjes. Alleen nu zie je dat die twee lijntjes overlappend zijn in principe. Ook dan meten we de afstand tussen de twee lijntjes. Alleen gaan we het dan van de 70 mm afhalen. Ja? En dat is dus ook wat er bij mij gebeurd is. Dat, nogmaals, ik heb dat dus niet in de video, kan ik dat niet meer laten zien. Ja, alleen maar de video dat hij het gelezen heeft en een plaatje van hoe dat met die lijntjes eruit ziet. Ik heb dus het eraf moeten halen tot hij ergens, ik dacht dat hij op 59 staat. En ik heb die millimeter per rotatie moeten verlagen. Totdat ik op een level kwam waarbij die twee lijntjes tegen elkaar, CQ over elkaar heen vielen, exact over elkaar heen vielen. En dat was precies wat we wilden bereiken. Oké, we gaan weer verder met de originele video's, want ik had ook een aantal video's met de telefoon opgenomen. En die ga je nu zien. Wat we gedaan hebben, ik heb de fles voorzien van de schilderstape helemaal rondom. En ik heb hem zoveel mogelijk waterpas gelegd. Hij kan gesteld worden, die Rotary Tool, met de draaiknopjes hieronder. Daarmee kan hij omhoog en omlaag. Waardoor je, zeg maar, in dit geval de hals die rust op die wieltjes, die wat meer waterpas gezet kan worden. Mocht het zijn dat het lastig is, kan je natuurlijk ook iets onder de Rotary Tool leggen om op die manier waterpas te krijgen. Maar inmiddels ligt hij dus waterpas erop. En de volgende stap is natuurlijk om met de focuseercilinder de laser te focussen. Dus dat ga ik nu doen. Wel even je safety glasses op doen. En dan gaan we kijken wat die gaat creëren. Bijna klaar. En dan gaan we er even naar kijken. Zo, hij is inmiddels klaar. We gaan er even naar kijken op de andere camera. Je ziet de lijn die hij gemaakt heeft. En het is een beetje moeilijk focussen, maar hier zie je dat hij zeg maar dus aan het eind van dat rechthoekje is gekomen als hij het focussen wil. Ja. Nou, de doelstelling is, en we zullen zien dat dat op dit moment niet zo is, is dat de andere kant van die rechthoek, die dus ook zo'n lijntje heeft, even kijken of ik die in de gauwigheid kan vinden. Kom, focussen. Ja, die zit hier. Dan moet hij even focussen. Ja, zo. Die twee moeten over elkaar vallen. Dus die waarde van de 100 die ik daar zojuist heb ingegeven bij hulpmiddelen, instellingen van de roterende as. En dan met name die millimeter setting. Die zou moeten, die setting zeg maar waarin stond, en dan moet ik heel even erbij halen, want hoe heette die? Instellingen roterende as en dan millimeter per rotatie. Die moeten zo veranderd worden dat deze twee lijntjes over elkaar heen gaan vallen. Nou, dat moet ik even gaan uitzoeken met hoe ik dat moet gaan corrigeren. Die zal dus omhoog dan wel omlaag moeten. Ik neem aan omlaag, maar dat gaan we zo even zien. Dus dit is de tweede poging. Net naast die andere. En kijken of die ook te groot of te klein is. Zo, hij is weer klaar. Dus dat ga ik ook weer even meten. Ik ben zo weer bij je terug. Zo, we zien nu bij de linkse lijn dat die twee lijnen op elkaar aansluiten. Hij is dus nu goed gekalibreerd. En die waarde overigens van die rotatie, die moet op, in mijn geval op 64,0 staan. Maar er is dus geen vastigheid in. De fabrikant maakt regelmatig rotary lasers met, of rotary tools met verschillende diameter van deze buisjes, zeg maar. En dat zorgt ervoor dat je steeds op moet letten van welke waarde nu ingesteld moet worden. Nou, in mijn geval is dat dus 64 mm. Nou, uiteindelijk na een lang proces is de kalibratie van de rotary tool dus een feit. Het was niet zo eenvoudig zoals in de video van de LA Hobby Guy getoond werd. Desalniettemin is die video wel een enorme goede guideline. Hij zei van ja, misschien 2-3 keer dat je nodig hebt. Ik denk dat ik ongeveer 7 keer zo'n lijn heb moeten trekken voordat ik een waarde had waarbij de beide horizontale lijntjes over elkaar vielen. Maar je ziet uiteindelijk werkt dat wel. Daarmee is de rotary tool gekalibreerd en deze video aan zijn eind gekomen. Ik hoop dat je er weer wat van opgestoken hebt en tot een volgende keer. Dag.